Een man is dinsdagavond zwaar toegetakeld in een flat aan de Tempelierstraat in Oosterhout. Die raakte daarbij ernstig gewond en moest met een hoogwerker van de brandweer uit de woning worden gehaald. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel te ondersteunen bij de verzorging van de man. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wie er verantwoordelijk is voor de zware mishandeling van de man is niet duidelijk. De politie is begonnen met een onderzoek.